vandaag naar de talenten van de leeftijd 2004-2005. Die hebben we vorige week getest, de fysieke kwaliteiten en vandaag wat technische kwaliteiten. Ik verwacht een leerzame dag. Veel te leren vandaag met de jongens van mijn leeftijd. Ze hebben de vorige week verteld dat we gewoon zouden trainen en kijken wat je kunt. Dus gewoon het beste doen voor vandaag. Ja, ik weet niet precies wat ik moet verwachten, want iedereen is heel erg goed, maar ja, ik hoop natuurlijk dat het wel gaat. Nou, ik denk vooral heel leerzaam en heel leuk om met de groep en zo. We zijn naar meerdere dingen op zoek. We zijn sowieso ook natuurlijk naar lengte. We zijn de lange dames. Maar daarnaast zijn we ook op zoek naar fysieke talenten. Dus sprinters, springers en meiden die kunnen leren volleyballen. Het valt ons op dat we al in Nederland en van deze leeftijd sterke meiden hebben, maar veel potentie. Ik wil zo hoog mogelijk kunnen spelen. Beachvolleybal, zaalvolleybal, maar niet heel veel uit. Want ik wil zo hoog mogelijk. Ja, een Nederlands team natuurlijk. Ik denk zoals iedereen die staat voor een Nederlands team behalen. Sowieso de visie hier in Nederland. En natuurlijk hoge oranje, dat ben ik hier. Ja, het Nederlands team eigenlijk. Gewoon Eredivisie te komen en ik speel nu hiermee. Dus ik hoop echt gewoon bij oranje te komen eigenlijk. Ik hoop echt Eredivisie spelen, maar gewoon plezier hebben. Gewoon lekker spelen, dat vind ik echt wel veel leuk.